Met eenzaamheid slaat hard toe. Ja, en we proberen allemaal ons best te doen om het allemaal in orde te krijgen. Dus. Ja. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, Tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we zijn met duizendcadeaus.nl. En Sumio Shop is present. En ja, zoals we eerder al hadden aangekondigd, gaan wij iets ontzettend leuks doen. Wij gaan cadeautjes brengen bij zorgmedewerkers. Auto's worden steeds stiller, maar ze zijn nog steeds niet doodstil. Wel een hele mooie auto trouwens. Wij gaan cadeautjes brengen bij een zorgcentrum hier achter ons, waar ik normaal gesproken als vrijwilliger loop. Met mevrouw Touw, die heb je ook al een paar keer voorbij zien komen. Ik zie dat ik René helemaal niet in beeld heb, sorry. En nou, deze mensen die zitten met de smart te wachten op iets leuks en iets lekkers. Dus wij gaan er snel naartoe. Ja, we zijn aangekomen, hè? Ja. We gaan even laten zien wat voor moois we allemaal hebben gekregen om uit te delen. Ja, we hebben ons eerst netjes even gemeld en de juiste persoon wordt nu naar buiten geroepen. En daar wachten we even op, want we zijn ook wat vroeger dan gepland. We hebben speelkaarten. Speelkaarten, hè? Om de verveling natuurlijk een beetje tegen te gaan. Superleuk. Goeiedag. Goeiedag. Je bent Ed. Ik ben Ed. Ja, fijn dat u naar buiten kunt komen, want we waren wat eerder dan gepland. Dit is René, dat is mijn vriendin. Hi. Samen met Jesse. Hi. En Alex en... Of andersom, nee? Alex en Richard van duizendcadeaus.nl en de Sumio Shop. Dankzij deze twee heren mogen wij dit voor jullie aanbieden. Ja, dat is hartstikke leuk. Het zijn duizend cadeautjes. Duizend? Nee. Zij heet duizendcadeautjes.nl. Ja. En we hebben rozen, we hebben kaarten, we hebben stroopwafels, we hebben flyers, we hebben chocolaatjes. Ja. Ik hoop dat het... De mensen worden er alleen maar heel gelukkig. Ja, daar zijn wij weer heel blij mee. Hè? Ja. De eenzaamheid slaat hard toe. Ja, we proberen allemaal ons best te doen om het allemaal in orde te krijgen. Dus ja. En mogen ze wel met elkaar samenkomen of mogen de bewoners ook elkaar zo min mogelijk? Nou, de afdelingen die we dus afgesloten hebben, zeg maar dat voor gevaar, dat mogen ze dus niet, maar anderen wel. Ja, dus, maar ze mogen verder niet naar buiten. Nee, dat is het. En dat met dit prachtige weer. Ja, en dat wordt gewoon even lastig. Pittig, ja. Nou, we hebben spelkaarten ook, dus hopelijk kunnen ze daar gezellig mee spelen. Ze mogen dan niet samen gaan zitten, maar... Nee, kaarten. Hoe zullen we het doen? Zal ik het aan u geven of mag ik tot in de hal? Het mag in de hal, wacht. Of een karretje? Ik pak even een kar en dan zorg ik dat het straks allemaal weer goed terecht gaat komen. Hartelijk dank. Heel veel plezier. Fijne dag. Nou, mooi. Ja, toch. En goede daad gedaan, toch? Ik geef hem weer even aan jou. Ja. Meneer, het kleintje wordt zwaar. Zo. Je ziet het al hoe blij de mensen ervan worden. Die mannen ook gewoon zo smile op zijn gezicht en een beetje trillen ook gewoon. Je voelt de emotie gewoon. Je voelt gewoon... De impact van alles. En dus op deze manier niet alleen wij, maar ook heel Nederland met alle mooie initiatieven hier en daar wat pijntjes kunnen verzachten. Ja. Dan, het is heel vervelend wat er allemaal gebeurt, maar er komen wel hele mooie dingen en acties uit. Ja, dat is wel. Dus iedereen probeert toch weer even extra zijn best te doen. Ja. Hashtag dat is lief. Hashtag samen komen we er doorheen. Hashtag anderhalve meter. Ja, hashtag duizend. Die anderhalve meter hebben we vandaag niet zo nauw genomen. Maar we gaan onze handen wassen. Alex en Richard, onwijs bedankt voor deze mogelijkheid. Duizendcadeaus.nl, sumioshop.nl. Super bedankt. Ja, tot de volgende ronde. En tot, doe even een duimpje omhoog natuurlijk. Vergeet niet te abonneren en check ook hun site even. En tot de volgende keer. Ciao! Ciao.